bij het begin, dat is de gesloten koopovereenkomst, die heb ik hem. En die gesloten koopovereenkomst gaan we bij deze akte uitvoeren. En dat gebeurt door het verkoper levert aan koper en koper aanvaardt. Een perceel grond met de zich daarop bevindende opstallen, voorheen in gebruik als wijkcentrum de Trekschuit, het ondergrond erven verder aan het doorgeven. Plaatselijk bekend als Leegwaterpark 7, de Purmerend. En kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie A, nummer 6128. En daar is een voorlopige kadastraal grens op voor toegekend van 1450 cent. En dat is het verlofte. De eigendomsverkrijging door verkoper. We hebben er even wat onderzoek naar gedaan. En vaak zie je bij duikpercelen dat het van oudsher eigendom is van de gemeente. Nou, in dit geval was er nog een eigendomsverkrijging uit 1979. Want daar is Wisselink in Purmerend. En daarna is nog een keer een opstal gevestigd. En dat is weer, daar is weer een afstand van gedaan. Het is beëindigd destijds in 2010. De koopprijs bedraagt 760.000 euro voor het verkochte. En die koopprijs is voldaan. Geld staat hier op de rekening, met name voor de gemeente. Ik moet dat prettig zijn te horen. En daarvoor wordt dan ook kwijting verleend in de akte. Kunnen we het niet net doen alsof? Dat kan. Dit is echt. Ja, nee, ik weet het echt. Kijk eens, het is er maar één. Ja. Ik hoop dat het hier een goed gesteld in ieder geval gegeven is. Ontzettend veel zingeving, laat ik maar zeggen, in het nieuwe gebouw. Fantastisch dat jullie er weer in komen. Dankjewel. Dus mag ik hem geven? Nee, die moet je aan de monnik geven. Ja, dit gaat zo. De monnik heeft gezegd hoe het moet. Aan de Oké, moet die er allemaal? Fantastisch. Ja, de beest. De beest. De beest.